Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Plier van Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim, met de Turan 2016 van ministerie van Mods. En met het zonnegeweer. Ik zie de zon alleen niet. Oh, daar boven ons. Ja, er zijn weer wat dingen aangepast. Bedankt voor alle comments die ik heb gekregen. Ik heb ze allemaal gelezen met allemaal tips van ja, ik vroeg van hebben jullie ook nog dingen die ik vergeet, die ik nog niet heb. En ik las heel veel. Dus er zijn wel wat dingen aangepast. Zo heb ik allereerst de broek is anders. Die is zwarter. Die matcht nu met het t-shirt en het vest. Want die was niet gelijk. Die was lichter blauw. Die was blauw. En zoals je ziet, het vest was echt zwart. Dus dat zag niet heel mooi uit. Ik heb nu via de X. Hij doet het alleen niet. Nee, via de X zou ik meldingen moeten kunnen inspannen. Available for calls is linksonder ingezet. Ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Ja. Ben ik wel ingemeld? Hoe kan ik weer zien? Ja, ik ben wel ingemeld. Ja, daar komen we nou. En ja, Nederlandse stemmen hebben. Wat heb ik nog? Ja, ik heb de Walter P99. Ik heb dat stipje niet meer. Ik rijd Prio 2. Meldkamer, beste meneer, mevrouw, iemand. Mijn stuur wilt niet. Ja. Wat heb ik nog niet is weapon sounds. Oh, mijn Turan is nu al beschadigd. Hoe kan dat? Wat heb ik nog niet? Ja, dus de weapon sounds. Hè, dat, dus de geluidjes die... of de hardere explosies. De hardere gun sounds. Dat heb ik nog niet. Ik kreeg heel veel de vraag ook van stop de pet. Hoe kom jij eraan? Want dat is niet meer te downloaden. Nee, dat klopt. Die heb ik doorgestuurd gekregen. Bedankt. Shoutout naar degene die hem naar mij wilde doorsturen. Ja, vrijstelling bitches. Wat, ja, dus dat heb ik. Dat is helaas niet meer te downloaden, maar die heb ik wel. Wat mis ik nog? Dat deze Turanus wat sneller mag. Ja, ik heb toch besloten om de het beenholster weer te laten voor wat het is. Oh shit. Nu gaat die Turan wat te snel. Hij is iets te langzaam, vooral optrekken. En nu was hij weer iets te snel. Moet de rem nog wat aanpassen. Ja, maar dit is... Ja, oké, laat maar. Ik zeur te veel. Mijn stuurmod is ook nog anders dan ik ben gewend. De B-klasse van de collega's daar. Twee B-klassen zoeken ook mee. Maar ik ga toch even... gebruik maken van mijn vrijstelling. Wat heb ik nog aangepast? Ik heb superveel eigenlijk weer erin gezet hoor. Collega's, ik wil langs. Wat hebben we nog aangepast? Ja, jullie zien vanzelf wel. Ja. Trouwens, dat moet ik wel nog even zeggen, want ik kreeg daar één comment over. En dat vond ik eigenlijk wel grappig, dat er maar één persoon was die het was opgevallen. Dat maakt er niks uit hoor. Maar dat was namelijk dat de verkeerslichten... Shit, nu moet u keuzes gaan maken. Is die link... Ja, hij is links opgegaan. De verkeerslichten... die zijn een beetje raar. En dat komt omdat NVR, dus de mod die dit allemaal wat mooier laat uitzien. Of ja, iedereen heeft daar zijn mening over hoe dit uitziet. Maar in ieder geval de mod die het mooier zou moeten uit laten zien. Die... Hallo, ik wil er even tussen. Ja, ik weet dat het niet helemaal netjes is voor mij, maar dit is ook niet netjes van jou. Ik heb het voertuig voor mijn meldkamer. Die zorgt ervoor dat de verkeerslichten raar uitzien. De verkeerslichten van Wander, a.k.a. de verkeersbordenjongen. Die zouden met de zwarte en witte strepen moeten zijn. Dat is namelijk niet het geval. Dat wordt alleen maar grijs. En dat komt omdat NVR weer de verkeerslichten zelf aanpast. Gaat er een fix voor zijn, weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Wander en ik kijken er een soort van naar. Goedendag, beste meneer, mevrouw, iemand. Hi. Ik zie u niet zitten, want er steekt een doodskist door uw hoofd heen. Die heeft gewoon 3 doodskisten hierin liggen, joh. Heeft u voor mij een rijbewijs, beste meneer, mevrouw, man, Frank? Het zal een man zijn. Petcheck.
Frank, rijbewijs is verlopen. Dat is niet helemaal mooi. Oh, nu komen er twee menu's in beeld. Oké. Wat ben je aan het vervoeren, meneer? Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hij zegt van, ja, ik geloof... Wat zei hij nou? We willen wat meer efficiënt zijn. Nou, oké. Waarom heeft u de lading zo gevestigd? Nou, dat denk ik niet, wat hij zegt. Hij zegt, als we meer kunnen vervoeren, besparen we ook benzine. Maar dat is niet zo, want hoe meer je erin zet, hoe zwaarder het is. What the fuck, joh. Hoe meer je auto moet trekken, zeg maar. Of is dat nou iets heel doms wat ik zeg? Waarom heb je niks anders gezocht wat dit makkelijk kan transporteren? Ja, ik vind hem een beetje rare antwoorden geven. Maar het kan ook zijn omdat mijn Engels het even niet kan. Omdat mijn Engels even niet zo goed is. Of nooit goed is geweest. Heb je iets gedronken? Ik wil mijn advocaat. Heb je drugs genomen? Nee, waarom? Ja, ik ga maar even... Je mag even... Heb ik dat al? Shift O? Yes. Je mag even blazen voor mij tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Oh, maar... Yes, je wil niet meewerken. Dat is helemaal mooi, man. Mag ik even een drugstestje afnemen, collega's. Hoi. Ik ga hem sowieso niet verder laten rijden. Dat kan niet. Goed. Je bent bij deze niet aangehouden, nog niet. Je krijgt van mij wel meerdere bekeuringen. Expired license, want... Daar rijdt hij mee. Driving. Nee, ja. Kan er niet iets voor gevaarlijk rijden? Of ja, voor wat hij allemaal bij zich... Ja. Individual is het, hè. Oké. Ik krijg dus twee bekeuringen voor het rijden zonder geldig rijbewijs. En het ja, gevaarlijk rijden met lading, je weet zelf. En dan mag je ondertussen even uitstappen. Waar kijken we naar, Wim? Naar de zon. Yes, hij moet niet zien ofzo. Ja, oké, dat zijn twee bekeuringen. Nou, nu stopt de pet gebruiken. Ja, je mag je weg vervolgen, maar niet met het voertuig. Dus je kunt zelf iets regelen, maar omdat dat niet gaat gebeuren... Ga ik even... Wacht, wat is het verschil tussen tow truck en tow service? Zullen we gewoon een tow service doen? Dat hebben we nog nooit gedaan. Het is helemaal fout waarschijnlijk. Ja, dus dat. Mag je weg vervolgen. Maar wij zorgen wel even dat het voertuig gaat worden gesleept. Als je trouwens iets hoort, is de airco. Als je trouwens iets hoort, dat is de airco. Want het is warm. No shit, Sherlock, denken jullie nu? Ja, no shit inderdaad. Potmon, shoot, is warm, hè? Tow truck dan maar. Die laat me nooit in de steek. Toch, Pikmans, Pikkerelmans. Weet je nog weer, Frank? Frank, ik moet je eigenlijk aanhouden voor het niet meewerken aan een ademtest, maar dat gaan we even niet doen, Pik. Yes. Een bericht voor alle wagens. Misschien dat je mee rijdt met de... Met de takkelwaggel. Nee. Ik weet echt niet in welk gebied we zijn. Oh, oh. Ik wilde naar rechts, maar dan gaan we toch maar naar links. Deze tunnel, hè. Denk ik nu aan. Dat dacht ik laatst ook al aan. Daar ben ik echt nog nauwelijks, of dan wel nooit doorheen gereden. Hoe zet ik me nou zelf weer op vrij? Ent. Hoe doe ik dat? Ik krijg nu geen meldingen. Zo via dit menu. Waar kan ik die kofferbak weer open doen? Jee, dat kan ook weer. Dat deed het laatst niet en nu ineens wel. Available for calls. C. Status. Ik weet niet wat ik heb gedaan. boys, girls, help me out. Hoe doe ik dit? Ik had altijd deze knop. Ja, deze knop. Police radio. En veel over calls, yes. Oké, top man. 12 problemen zijn we eens hebben. Ik zie het witte stipje op de map ergens helemaal achter mij voorbij crossen. Maar zoals jullie laatst al zeiden, ga daar niet zomaar op af. Betrap iemand eigenlijk echt erop.
Dus ook al heeft hij een wit stipje, zolang die niks strafbaar doet of zodat je hem niet ziet, mag je het niet, mag je hem niet zomaar aan de kant zetten. Auw! Oké, die is voor mij. Mijn stuur, jongen, dit is echt gevaarlijk. Kijk dan wat die auto doet, joh! Wajowee! Die auto heeft geen grip, maar dat komt door mijn stuur, denk ik. Of de handling. Ben ik die auto nou al kwijt? Nou, daar gaat hij. Kom maar, pak hem, kom maar, pak hem! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dit is niet meer te doen. Hoe kan dit? Dit is de vraag. Is dit de handling van de Touran of is dit het stuurscript? Want ik voel ook... Ja, jongens. Ik voel ook gewoon dat ik die Touran niet onder controle... Of dat stuur niet onder controle heb. Ja, die auto die gaat hier ergens heen. En ik weet oprecht niet waar die allemaal heen gaat. Shit, daar ging die... Het maakt het wel een stuk moeilijker, maar het maakt het ook een beetje niet meer leuk. Want deze bocht zou ik echt wel makkelijk moeten... Ja, alhoewel. Zie je, dit is niet te doen. Dit is echt niet te doen. Ja, aan de ene kant denken jullie nu met z'n allen, ja, wie pakt ook een bocht met 120 of hoe hard ging ik? Aan de andere kant, vroeger, hè, vroeger, toen had ik alles... Een beetje meer onder controle en dan kan ik ook wel makkelijker zo'n verdachte aanhouden. Daar gaat hij nog steeds. Haha, ik heb hem wel. Ik hou hem wel nog bij. Ja, maar hij glipt me gewoon al weg. Ja, dit is echt niet leuk. Hier moet ik even iets aan gaan doen. Ja, nu zijn we hem echt kwijt, denk ik. Ja, links zag ik niks, dus we gaan maar even hier kijken. Nou, nu zijn we kwijt. Er rijdt meer politieverkeer rond. Dat zal wel LSPD van 0.4 zijn. Maar er, ze doen niks. Ze zullen iemand langs komen. Ja, maar ja, logisch dat ze niks doen, want ik zat nog niet officieel in achtervolging. Zou ik daarachter nou alsnog die grijze auto voorbij crossen? Of wegcrossen? Nee, we zijn hem echt kwijt nu. Die gaan we ook niet meer treffen. Ik ben hard aan het kijken. Nee, die gaan we niet meer treffen. Maar wat we wel gaan treffen is dit voertuig wat hij waarschijnlijk gewoon dit stopbord volledig negeert. Ja hoor, what the fuck doet hij allemaal? Die gaan we ook eens laten blazen. Of in ieder geval even aan de kant zetten. Mijn stopbord is kapot. Of iets is kapot. Nee, dit is oranje. Nope. Hij wil het van me af, geloof ik. Nou, stop doet er niet meer. Maar hij is nou wel te doen stoppen. Goeiedag Schotel. Hey. Ik ben Wim. Voor mij een rijbewijs. Yes. De reden dat ik aan de kant zet, beste meneer. Nou, die hebben we gevraagd. Oh, moet het kenteken eens nachecken. Of natrekken. Het is, moeten we het kenteken eens checken en natrekken, maar niet nachecken. Dat is geloof ik een pleonasme of weet je ook weer. Ik ga het volgende kenteken voor je natrekken. 6, 9. Ja, die klopt niet meer, vriend. Kilo, 2, 0, 4. Hij zegt van, hey, waarom staat het voertuig niet geregistreerd? Hij zegt, het wordt meestal niet op de openbare weg gebruikt. Meestal, zegt hij daarachter na nog eens. Ja, maar nu dus wel.
Dus dat betekent dat jij een no registration, hè? Invalid, nee, even kijken. Ik ben er voorbij gegaan waarschijnlijk. No registration. Goed, dan wordt... Ja, dat voertuig wordt dan sowieso in beslag genomen in Nederland, geloof ik, hè? Dus die... dat ga ik ook doen. Ja, let op, daar rijden collega's best makker. Oké, ik wens jullie ondanks alles toch nog een hele fijne dag. Gaan we een kogel weer aan het vesten doen? Ja, dat gaan we doen. Maar hoe gaat dat? Of ja, hoe gaat dat? Hoe ziet die uit? Die ziet geloof ik niet zo heel mooi uit, zoals ik zeg. En het is ook nog eens een heel groot gedoe. Even kijken. Dat is, moeten we helemaal naar beneden. Kogel weer aan het kort. Ja. Nou, hij ziet er op zich wel leuk uit, maar ik had hem... Ja, nee. Boeiend. Daar is dus een gijzeling overval vuurwapenmelding, snap je? Ik snap hem. Jullie ook? Oh. Lekker gewerkt, Pik. Oh, dit is iets anders dan ik me had voorgesteld. Wat had de cops doen? Oh, vuurwapen. Niet schieten heb. Hey. Jij gaat dat vuurwapen. Handen omhoog. Omhoog houden die handen. Op je knieën. Hey, staan blijven. Zeg de volgende voet, hoe gaat dit? Meldkamer, spoedassistentie, iets gebeuren. Hey. Staan blijven, kom op. Pot non de jus. Het is 400 graden, meneer. Wim heeft geen zin om langer te gaan rennen als dit. Ik weet niet wat het allemaal is. Kom op. Collega's van rechts. Hey, wat jouw vriend? En laden. Laat dat wapen vallen. Dodelijk vuur toegepast. Wapenbergen, lekker gewerkt collega Spikmans. Zo, ambulance vragen voor deze beste meneer. Nee, dat kan nog niet. Ja, Better EMS, moet nog even installeren. Trouwens, hè, dat vroegen jullie, of dat zeiden jullie ook, wat nog veranderd moest worden. Zodat mijn wapen in mijn holster pakte, en dat doe ik nu ook. Hoppakee, kijk eens aan, lekker gewerkt man. Die laten we lekker liggen. Die is voor de gieren, of weet je die beesten, die dan zo rond gaan vliegen. Eén collega vraagt om een assistentie. Oh my god, dan gaan we helemaal terugrennen. Hold backspace to immediately spawn. Oké, weten we die knop ook weer te vinden? Het is allemaal een beetje anders. Maar we wennen er wel aan. Another day, another dead, another so, another wet. Wow, dat was een diepe... Hoi. Kun je even blijven staan? Hoi. Hoi. Ik wil graag even een statement van jou. Wat is er allemaal gebeurd, Pikmans? Voor mij nog een identiteitsbewijsje. He, allemaal voor een systeem, hè. Voor het administratie van deze melding. Je wordt gezocht, maat. En ben je net onder vuur... Ja, laat maar zitten. Je bent aangehouden. Wat is dit? Arrested pet? Yes, zeker. Mag even omdraaien. Je wordt nog gezocht. Gaan we even uitzoeken. In ieder geval, het is misschien wel handig dat ik jou meeneem voor deze melding. Krut. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar je gaat even met ons mee. Is 8 nou de knop voor een transportje? Nee. Patient 20. Dan doen we het via deze. Dan is 8 dus niet meer. Ga gewoon via dit menu. Daar komen de collega's van de Kamar. Deze voertuigen laten we lekker voor wat het is. Staan hier prima toch? Blokkeert niks. Kan gewoon hier blijven staan. De collega rijdt er sowieso tegenaan. Hey, en wij gaan er vandoor. En waar gaan we heen? Naar het bureau. Ik ga er vandoor. Einde de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga even in ieder geval
instellen dat mijn stuur een beetje anders werkt. Of dat de Touran beter werkt. Want één van de twee hoort niet. Dan wel... Ja, nee, alle twee hoort niet. Dat de Touran zo makkelijk wegglijdt. En misschien wel elk voertuig. En dat mijn stuur zo... Ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Hij gaat in ieder geval, als ik in een bocht ga, voel ik gewoon dat mijn stuur het liefste... Als je kijkt hier linksonder, boven available for call, voel ik dat het stuur het liefste dit doet. Die kant op draait. En ik heb gewoon geen controle over het stuur. En waar pas ik dat nou aan? Dat is allemaal hier. Nee, trouwens, dat is waarschijnlijk allemaal hier. Maar ja, die cijfers, die weet ik even allemaal niet te vinden. Gelukkig in mijn 5M heb ik die cijfers wel goed staan. Dus dat ga ik nu meteen even bekijken hoe het daar staat. En dan pas ik het hier wel aan. Ik moet zeggen, hij is vandaag niet gecrashed. Klop, 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 klop af. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Ciao.